Ik denk dat de neutrale toeschouwer niet heel erg heeft kunnen genieten, maar goed. Jens Toornstra, je hebt wel meerdere klassiekers verloren, maar hoe frustrerend is deze nederlaag in deze klassieker vandaag? Is wel frustrerend, omdat het in kleine momenten beslist wordt. Ik vond ons redelijk gelijkwaardig aan elkaar. Allebei niet heel goed. Maar wat ik zeg, je verliest op de details. De eerste goal kun je op mijn konto schrijven. Balverlies op middenveld en binnen een paar seconden lag hij erin. En tweede was penalty. Ja. Toen was het wel klaar. Het gaat wel mis met jouw breedtebal, maar daarna hoeft het toch niet zo af te lopen? Nee, ja, natuurlijk, er gebeuren nog wel meer dingen. En het was ook niet de enige slordigheid vandaag. Alleen, het is wel balen dat dan fataal wordt. Maar goed, dat hoort helaas ook bij het voetbal. Ja, 1 minuut voor rust komt hard aan. Was dat in jouw ogen ook wel het breekpunt? Ja, ik zei net nog in de kleedkamer. Als je met 0-0 kan rusten in zo'n wedstrijd, dat is toch net wat lekkerder. Dus dat maakt het wel extra zuur, ja. Wat voor positieve punten kan je wel uit deze wedstrijd halen? Wat ik zei, aan de bal denk ik dat we niet heel goed waren. Aan de andere kant vond ik Ajax ook niet heel goed aan de bal. En dat komt dan weer misschien door de manier waarop wij speelden. Dus dat is dan enigszins positief te noemen. Maar ik denk dat de neutrale toeschouwer niet heel erg heeft kunnen genieten. Maar goed. Ja, bij de buitenwacht, met name bij de supporters, was dit ook de wedstrijd waarin Steven Berghuis terugkeerde. In hoeverre was dat ook een themaatje toch bij jullie ook in die kleedkamer? Bij ons is daar niet over gegaan. Maar, heb je hem toegesproken? Je hebt jarenlang met hem de kleedkamer gedeeld. Hoe moet ik dat zien als hij het veld opkomt en je ziet hem weer? Nee, gewoon vriendelijk. Gewoon succes gewenst en na de wedstrijd ook prima. Ja. Uiteindelijk verliezen jullie voor het eerst dit jaar dan het eigen stadion. Van Ajax op zich geen schande, maar zit de frustratie er wel in dat jullie toch nauwelijks dan die kansen kunnen creëren? Sorry? Dat jullie nauwelijks dan kansen toch kunnen creëren? Ja, dat is wel... dat is jammer. Dat lag aan het niveau van de wedstrijd, denk ik. We waren tussendoor aan de bal. Vooral ook in de eindfase. Je krijgt wat kleine momentjes. Ik schiet een bal over en Ries schiet een bal over. Wat rommelmomentjes, maar het was niet goed genoeg. Nee, tot nu toe is het allemaal wel heel positief geweest. Die laatste week, ik wil niet zeggen dat het als een nachtkaars uitgaat, maar het is wel drie tikken op rij. Groningen oké, maar met name bekeruitschakelingen en deze. Hoe moeilijk wordt het wel weer om zo snel mogelijk alles weer positief te krijgen richting woensdag, belangrijke wedstrijd Heerenveen? Ja, wat je zegt, het is een moeilijke week geweest voor ons. Qua resultaten niet goed. Maar juist daarom moeten we woensdag er wel weer staan en een reactie geven. Zodat we toch enigszins positief de winterstop in kunnen. Dan sta je als het goed is 3 punten achter Ajax. En dat biedt dan wel perspectief naar de tweede helft van het seizoen. Zeker als je ziet waar we vandaan komen.